onze sportwethouder van de gemeente Arnhem hier naar voren. Felicitaties. Geef hem een aantal applaus deze keer, dames en heren. Hey, nou regent het best hard. Je hebt helemaal geen regenkleding aan. Ja. Waarom niet? Nou, dan ga je dan rem je af. En je bent gewoon een bikkel? Ja. Theo Jansen, 3 keer deelnemer aan Omi Joop's Toe. Hoe belangrijk was dat voor jou in jouw jeugd? Ja, belangrijk omdat je met heel veel kinderen op pad gaat en met vriendjes ook. En ja, dat je gewoon leuke dingen gaat doen. En dat is wel iets wat me altijd is bijgebleven. Ja, wat zijn de mooiste herinneringen die je hebt? Dat ik mijn hoofd ging kaal scheren en dat mijn moeder s'avonds kwam en dat ze me niet herkende. En ja, ik kan me wel goed herinneren dat ze toen echt heel erg schrok en kwaad was. En als je dan jong bent, een jaar of 10 of zo, dan zijn dat de leukste momenten natuurlijk. Veel plekken ook geweest waar je normaal niet kwam? Ja, want ik bedoel, wij hadden het ook niet breed thuis. En als je dan in één keer naar de Efteling gaat of dat soort dingen. Maar dat was heel leuk. Maar ik vond de fietstochten zelf, zeg maar, vond ik het leukst. Dus als we dan 30 kilometer, 40 kilometer gingen fietsen, dat vond ik het leukste. Ja, dat gaf je ook een beetje Tour de France gevoel? Ja, misschien wel. Ik bedoel, ik ben nu wel echt een supporter van de Tour de France. Dus ik kijk liever naar een wedstrijd van de Tour dan dat ik een voetbalwedstrijd zie. Ja, en nu nog steeds, hè? Dat is het mooie. In jouw jeugd was het bestaat nog steeds. Ja, en hopelijk blijft het nog heel lang bestaan. Want ik denk dat het voor de kinderen van Arnhem iets fantastisch is. En ja, ik hoop dat het voor Omi Joop Tour in de toekomst wat makkelijker gaat worden om sponsors te vinden. Want het is ieder jaar toch weer een gehandels om te kijken of het rondkomt. Ja, dan los je zo het startschot. Is dat al verantwoord? Jij met een pistool? Ja, ik weet niet of het mag van de eigenaren, want ik en de pistool is niet zo'n hele goede mix misschien. Schieten kun je? Met een bal. Met een bal wel, maar volgens mij zit er niet zo heel veel poeder in, dus dat zal wel goed komen. Ja, de kinderen vinden het prachtig natuurlijk dat jij dat doet. Ja, ik bedoel, ik vind het zelf ook leuk om hier te zijn. Ik bedoel, wat ik al zei, ik ben een oud deelnemer en dat ik dit nu mag doen, dat is wel een eer. Oké, plus 1, 2, 4, 3. Ons aansluiten 2 en 2 achter ons uit. Aansluiten 2 en 2.